Veel omzettingen bij IJsselmeervogels voor de wedstrijd tegen Koninklijke HFC. IJsselmeervogels in het rood. Ploeg heeft 6 wedstrijden niet gewonnen. En ziet dat Kastien er vandoor is voor Koninklijke HFC. Dit is een mooie bal van Roy Kastien. De redding van Jamie Schaap is nodig in minuut 3 van de wedstrijd. Roy Kastien komende week op proef bij FC Utrecht. Is dicht bij de openingstreffer voor Koninklijke HFC. De bal gaat niet weg uit de 16 van IJsselmeervogels. En Sterling profiteert dan van de wanorde bij de rooien. 25 minuten gespeeld. En IJsselmeervogels staat te schutteren. Sterling haalt uit. Schaap is kansloos. Het is 0-1. En IJsselmeervogels, dat gaat in de tweede helft dan wel aandringen. Maar de kansen zijn voor de Koninklijke. De Visser, dit had een 0-2 kunnen zijn. IJsselmeervogels, het mist natuurlijk Powell, die is geblesseerd. Het mist Akla. Maar het voetbalt slecht, het voetbalt onsamenhangend en het creëert nauwelijks kansen. Al mag het dan de bal hebben van Koninklijke HFC. De Haarlemmers krijgen wel degelijk mogelijkheden. En Schaap moet reddend optreden op de inzet van Boer. En zij zijn somber. Is dat gek als je 3 punten hebt gehaald uit 7 wedstrijden? Of uit 6, we moeten niet voorbarig zijn. Er kan nog wat komen. Hier misschien, maar de uithaal van Olijfveld is onbesuist en gaat naast. En zo blijft het 1-0 voor Koninklijke HFC. En zakt IJsselmeervogels richting de degradatieplaatsen.